Beste Beringenaar, we willen weten hoe dat jullie over de toekomst van onze stad denken. Daarom zijn we op zoek naar ideeën, naar plannen, naar visies. Daarom organiseren we een grote burgerbevraging, zodat jullie jullie ei kwijt kunnen. Ik heb één minpuntje en dat is dat hier zo weinig parking op de markt gaat zijn. In de toekomst, het marktplein zal zeker moeten vernieuwd worden. Want als het regent krijg je natte voeten. Dan zul je laarzen moeten aandoen als je naar de markt komt. Ik vind Beringen een heel fijne stad om in te wonen. Ik denk dat er ook een heel fijn klimaat wordt geschept om erin te ondernemen. Ik merk dat ook bij de klanten van ons die hier ondernemen in Paal en in omstreken. Wat ik heel leuk vind aan Beringen is de markt hier op zondag. Ik ben hier vroeger heel veel naartoe geweest, een gezellige markt. Wat ik echt minder goed vind is de mobiliteit in en rond de Koolmeilaan en op weg naar hier en naar de andere deelgemeenten. Het verkeer heb ik wel, ja. Dat we hier poot terug kunnen wegdoen. Hier een nieuwe markt, nieuwe gebouwen hier. En nu is er eigenlijk een geweldige opkomst, een geweldige verandering opkomst, die Beringen een van de grootste steden van Limburg gaat worden, denk ik. Misschien gaan we Hasselt nog overtreffen, wie weet. Met alle beste aspecten van Spens uit Beringen, maar dan rechtstreeks uit de hof, hè. Het doel daarvan is eigenlijk dat we willen weten wat de burger goed vindt en wat beter kan. Voor ons ook vanuit de stadsdiensten is dat heel belangrijk, zodanig dat we daar in de toekomst mee aan de slag kunnen om een betere dienstverlening voor onze burgers uit te werken. En dat gaat over heel diverse domeinen. Het gaat over ruimte, over openbare netheid, over veiligheid, maar evengoed ook over vrije tijdsvoorzieningen. Dus alle aspecten van het maatschappelijk leven gaan aan bod komen in die bevraging. De resultaten van de enquête die worden anoniem verwerkt door onderzoeksbureau Indiviel. Als we die resultaten hebben, zullen we die publiceren op onze website van de stad Beringen. En ze zullen ook te raadplegen zijn in B-magazine in het najaar. Het is ook de moeite om deel te nemen aan de enquête, want je kan, als je dat aangeeft, kans maken op een van de 10 geschenkbonnen ter waarde van 25 euro van Toerisme Beringen.